pisten en dan naar Arnhem toe. En aan een achterlijn richting een hal toe en dan is deze kant over. Ja, ik zeg goeiedag in. Hallo! Ja, maar. Dat is waar. En voor de rest maak ik. Hallo! Ja hoor, we staan er ook. Ja! Van Hardenberg naar Aanen is dat aan de rechterkant. Kijk, dat zullen we daar zo. De achterkant staat. Oh, dat is leuk. Kijk, daar. Oh ja, zo. Nou, kijk, de consumptiebon die we hebben gekregen, dat jullie al. We gaan naar die fietsen. Het is droog weer, hè? Toiletten kunnen we niet meer maken. Het is toiletbaar. Het zijn net van pit. Ja, dat lijkt erop. Een route. Ja. Oh, wat fijn. Wim ook, ja. Dat is wel lief. En met kans ook. Ah, dat is een enorm. Goedemorgen. En die auto, jongens. Auto. Dat kan toch wel weer naar die open. Helemaal niet. Een auto kan niet meer helemaal niet rijden. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Ik heb het zin hier.
drie keer wel, maar dan moet ik eerst gaan meten en denk ik weer. Er zijn wat nieuwe mensen bij volgens mij, maar Bert Boerman en Alwin Turista die gaan nou de F34 officieel om. En hebben ze jou verteld hoe dat precies wat er gebeurt? Want jij gaat in die auto rijden? Je zijn er aankomen rijden. Maar nu gaan die officieel gaan die hekken. Dat gaan jullie zelf ook doen, hè? Even de handen uit de mouw. Ik denk dat misschien het mooiste is. Dit is dus de eerste keer eigenlijk dat er een officiële auto bij. En wanneer kunnen er nou vanavond ook al auto's over dan? Wie weet dan? Want daar we nou niet straks denken. Nou, ik ga naar Handberg vanaf Fransberg. Kan dat dan? Dat kan straks. Echt, 100%. Nou, dit is ook echt. Dit is niet voor de grap, dit is echt. Nou, je bent er een half jaar wethouder en nou zo'n mooie. Nou, hartstikke mooi. Nou jongens, wat tellen we hier vanaf? 3, 2, 1. Even een applausje erbij, jongens. Ik zie daar een kanon achter me staan. Gaat die ook af? Jongens, geef elkaar even een hand. En de officiële opening. Nou, provincie en gemeente, van harte gefeliciteerd ook van deze kant natuurlijk. En we hopen dat er allemaal veel plezier van hebt. Even naar de fotografen kijken. Anders sta je de maandag weer zo vervelend op. Begint iedereen daar weer over. Ik denk, laat ik het even zeggen. Nou. Stap in de auto en ik zal zeggen. Bij Trump en Anne kun je wel tanken als het niet helemaal wil. Ja, ik zie alweer dat ding. Ja, dan kunnen we die kant wel op, maar kan ik daar wat draaien? Ja, dat kan wel. En die wil natuurlijk ook nog warmte drinken. Hè? Nog even de handen op elkaar, jongens, voor de officiële opening. Zo. Nou, daar weer last van. Heb je het gezien? Voor de genodigden is er denk ik een borreltje. Heb ik dat goed? Voor de genodigden of mag iedereen dat wel? Mag toch iedereen wel? Of kan dat niet? Ah, dat gaan we niet, hoor. Ja, terug naar het tent, jongens, en dan gaan we daar even een borreltje drinken. Ja, min 20 graden. Dag Henk. Dag. Ja, min 20 graden. Klaar. We doen het licht uit straks, hè? Waar je met hem bent? Weet ik niet. Kom met.